terrein is weer helemaal klaar. Tweede week van april. En we gaan gewoon weer trainen. Dus de hele frisbeeveld is gedaan. En het survival gedeelte zijn we mee bezig. Die hebben we dus helemaal gemaaid. Ik zal nog even zo teruggaan. Dus het ziet er allemaal weer prachtig uit. Candy, kom! En dan krijgen we vanaf de kruising gedeelte. Kloos! Dames Kloos! Vanaf de kruising gedeelte. Dit is dus het kruising gedeelte, een pad naar het water. Vanaf het clubhuis. Naar het water. En dan krijgen we het survival gedeelte. Dus lekker het water. Na Pinksteren gaan we weer kajakken en suppen. Dus dat is half juni gaan we weer kajakken en suppen. En hier gaan we gewoon survivalen. Dus kom je trainen? Wel een tip. Trek een lange broek aan. Alleen bij de hindernissen. Stepping stones. Alleen bij de hindernissen hebben we met de hand helemaal weggesnoeid. Dus dat is super leuk. Je gaat om dit bosje heen. Helemaal gedaan. De honden hebben een field day hier zo. Dan ga je hier over die boom klauteren. Elsa, kom klimmen. Elsa! Elsa! Nou, ze is alweer weg. Maar dan ga je dus om de boom heen klauteren. En dan ga je hier overheen. En weer terug. Weer omheen. En dan ga je er onderdoor. Candy, kom weer terug. Good girl. Super. En ze vinden het zo leuk te onderdoor. Phoenix, kom maar. Phoenix, goed zo. Dankjewel. Nou, en dan gaan we hier doorheen. Candy, kom eens hier. Candy. Candy, door. Zo, wacht. Zitten. En wachten. Candy, door. Ja, goed zo. Doorlopen. Nou, hier ga je omheen. Hier hebben we het ook weer helemaal gesnoeid. Ga je ook doorheen. Dan ga je hier twist en turn eromheen. Ga je slalommen. We hebben nog 2 weken de pupjes bij ons. Dus we gaan er even naartoe. Die oude doos van 14,5 die wordt heel even vastgezet. Want die is al 3 uur aan het wandelen hier op het veld. Hey Nain! Narnia! Nain! Nain, je bent er nog steeds bij je. 3,5 uur heb je lopen wandelen op het veld. En dan de pupjes nemen we nog mee. Over 2 weekendjes nemen we de pupjes mee. Dus ja hoor. Geef ze in de hand. Goed zo. En dan nemen we de pupjes mee. Dan kun je ook nog pupjes knuffelen. Jee. Pup-eigenaren mogen er ook zijn. Dus we zeggen wel doei. Zeg je dat Arie klaar is? Ja. Laat maar lekker een hoog toefje daar in het midden. Een hoog toefje. Nou, dan zeggen we bye bye op het EDF-veld. Zij, Kenny,